Zo ziet het er straks uit. Met een grote groep sporters wordt er gewandeld voor het goede doel. Wij gaan 25 kilometer lopen. We moeten het halen, dat is een ding wat zeker is. En we hebben een beperking allemaal. En ik vind het leuk om mee te lopen. Wij doen het nu voor de eerste keer. En ja, we moeten samen over de streep heen komen. Dat is ons doel. En dus hebben Jan en zijn vrouw Gea hard getraind. Gea gaat op de fiets, want voor haar is wandelen geen optie. Gea, je staat te zuchten. Ja, klopt. Is het zo zwaar? Ja, voor mij wel. Ja, ik heb een aangeboren hartafwijking en een pompfunctie van nog maar 50%. Dus ja, voor mij is het extra hard werken. Dat harde werken moet zich komend weekend uitbetalen, letterlijk. Want de bedoeling is dat er geld opgehaald wordt voor twee goede doelen. Er gaat 50% gaat naar Fonds Gehandicaptensport en 50% gaat er naar Better Together. En hoeveel hopen jullie op te halen? Hoeveel moeten nou binnenkomen? Ja, zoveel mogelijk. Ja, we zijn wel goed bezig. We hadden, toen we net begonnen, hadden we nog maar 6 donaties. En sinds dat wij ook zijn begonnen met flyeren, hebben we inmiddels al 71 donaties. Het gaat dus de goede kant op. De lopers en fietsers gaan morgen van start.